Zo'n kwaad is de ezel paardjesroute los. Deze bevindt hem aan de zuidwestkant van het Lauwersmaar. Een dwarfsgenoot van Doetie en Volkert, die ben je in Moddergat. Die kwam uit het westen bij en die... het is een hele mooie regio, maar er is op dit stuit voor de toeristen, voor de fietsers, er nog weinig makkelijk te vinden. Zodwande kwam hij daar hoe in gesprek met Doetie en Volkert. En hij was heel enthousiast en hij had een stukje wat ondernemers het benaderen. En we zijn op Bedelwest en iedereen die tevreden had, die was enthousiast. En zodwande die route ontstien. We gaan de route die rent van Moddergat naar Zoutkampen. Er komt toch een natuurgebied, langs de stukje langs de Zeediek. Er komt toch de Ezemerkeeg in. Er is bij de Schafte Hegelanders langs van het Staatsbosbeheer. En onderwijs dan komt voorbij streekwinkels, een galerie, er is een boordjeverhuur, vogelhutten, er is van alles te beleven. En dan kerst hem fietsen, kerst met de auto's, kerst ik ze pakken meerdere dagen en ze nemen een stukje van de route. En dan ben ik wel een mooie plak om even te krijgen of even nu te stappen. Maar de route hopen de initiatiefnemers wat los te maken. Nou, de verbinding van de lokale ondernemers en voor de groene toeristen eigenlijk. De meesten die het hier graag op een ruimte om zich in te zien willen. We zijn op Facebook, staat de route vermeld. En alle deelnemers die hadden folders. En volgende week werd de folder verspreid bij alle toeristische informatiepunten. En bij bed en breakfast. En dan in de regio tussen Dokkum en Lauwersoog in.